Ja, ik begin met iets apart. Dit hier is een kat, dat weet iedereen natuurlijk. Maar dit is ook een kat. Jeg en ander 7 år. Jeg har vært katt hele livet. Hva ting hører og ser du her som kanskje ikke jeg får med meg? Kofferter som triller, personer som driver og føkler i jakkelommene sine med nøkler, folk som går med sånne pigger på skoene. Ja, ze is dus kat, zegt ze zelf. Het is Nano, een soort Europese langharen uit Noorwegen. Noors boskat dus eigenlijk. En ze moet ook sissen naar honden als ze die tegenkomt. Ze zegt zelf dat ze geboren is in een verkeerd lichaam. Onhandig, want dan, ja, je sist naar mensen. Maar het is ook wel weer makkelijk, want je kan ook praten met andere katten. Bijvoorbeeld haar vriend, want die is ook een kat. Dit is beste kompis, mijn Svein. Han har noe som heter personligheter, og en av dem er en katt. Men är det sånt att du och Nano snackar i lag på kattespråk? Mjaua och sånt? Ja, det gör jag faktiskt. Det händer någon gång ibland att det plötsligt så kan hon vinna mjaua eller jag vinna mjaua och då svarar vi varandra faktiskt och kommunicerar med kattespråk. Vad är på något sätt kattespråk för kom nu går vi? Mjau, mjau, mjau. Nej. Echt niet. Nu valt ze door de mand. Jij skjønner det. Ja, hij verstond het. Nee. Het is een krankzinnig verhaal, een hele leuke reportage. Ik zal hem straks wel eens even tweeten. Hij komt dus uit Noorwegen. Dan iets anders. Jij hoest ook wel eens. Iedereen hoest wel eens. En nu is er een appje, de hoestcheck. Dan kan je in hoesten in je mobiele telefoon. En die app die ziet dan wat je hebt. Een kriebelhoest of een vastzittende hoest. Dat is heel handig voor als je dat wil weten. Ik vond zelf, het is een beetje beperkt. Maar ik ben een beetje in de hoesten. Je hebt bijvoorbeeld ook zo'n schattig verlegen hoest. Dat heb je. Dat zit er niet in. Dat is jammer. Ook de aandacht kurs zit er ook niet in. Of de goedemorgen hoest, ook wel de Gordon hoest genoemd, zit er ook niet in. Jezus Christus, lijkt me of ik steeds beroerder word hier. Lekker met de bakken. Ik zat hier dus een beetje op te googelen en ik kwam echt een fantastisch filmpje tegen van Hillary Clinton. Die heeft namelijk ook een speciaal hoestje, namelijk de lastige vragen die blaf ik wel vol hoest. I only have about 20 seconds left. How will you use your husband Bill Clinton in the administration? We assume he won't be. You know, this show. I was reading in the paper yesterday, and this is what happens in these long campaigns. You get the. Yes. Well, you know what? I won't hold you on here any longer because you probably could use some water. Yeah. Senator, thank you. Goed gedaan van haar. Dan denk je, dat is flauw, hè? Dat is eenmalig. Maar dat is dus niet zo, want hier is Hillary op campagne in Iowa 8 jaar later, 2016, op het moment dat net iemand een vraag heeft gesteld over haar rivaal Donald Trump. Let's see if I get some water here. You do talk a lot in this campaign. excuse me, just one second here. En zo kucht ze serieus. Secondenlang, bijna een minuut lang kucht ze zo door. Alleen maar omdat ze een vraag gesteld heeft gekregen. Het is echt van, echt, het is haar trucje. Ze heeft het ook een keer gedaan bij de verhoor over Benghazi. Heeft ze het ook een keer gedaan. Het is echt een beetje haar dingetje. Is het. Het is 2016, inmiddels al een maand onderweg. En ja, ik vind het dan leuk om altijd een beetje online te kijken wat daar zich afspeelt natuurlijk. En vooral dan de bloopers. Voor sommige mensen ging er nogal wat mis. Ik neem heel even de grootste social media bloopers met je door. Op Twitter onder andere. Op 5 januari bijvoorbeeld vroeg ene Zoe zich het volgende af. Ik snap niet dat Mark Zuckerberg 3 miljard wilde betalen voor Snapchat, terwijl je het ook gewoon gratis kan downloaden in de App Store. Hele goeie. En deze staat op 2. Devin, die maakt zich deze maand een klein beetje zorgen. Hij zegt namelijk het ergste van zwanger zijn met een drieling. Ja, dat lijkt mij toch wel dat je dan 27 maanden zwanger bent. En Madeline, die had echt een soort gelijke vraag. En de domste januari maand ook. Kan je baby zwanger worden als je seks hebt terwijl je zwanger bent? Aldus Madeline in januari. Goed, virals van vandaag. En ik begin met deze jongen. Die jongen is echt knettergek, kijk mee. Hij besloot namelijk op een flatgebouw een handstand te gaan doen. Oh. Even kijken. Dit zijn filmpjes die echt vaak over het internet gaan. Dit is dan wel weer een van de meest spectaculaire. Het is echt krankzinnig om te zien. En weet je wat ik het meest opmerkelijke vind? Nou? 2016, nog steeds witte sportsokken. Daar heb ik helemaal niks van. Yes. Oh mijn hemel. Dat is gewoon niet goed. Wezenlijk. Creepy, hè? Hij staat er ook nog af. Oh! Net goed. Geitenfilmpjes doen het altijd goed op internet. En deze sputterende bok is daar uiteraard geen uitzondering op. Ik
En zo kucht ze ook weer door. Ja, deze man heeft iets uitgevonden, namelijk een spray. En dan kan je je toetsenbord mee schoonmaken. Heel handig. Ja, werkt niet helemaal. Tot slot, toen met jou van voetbal natuurlijk. Hè. En ik heb een nieuw talent ontdekt. Het is een jong gastje. Hij heet Anwar El Berri. En dit is misschien wel het grootste talent op aarde van dit moment. Zo. Fantastisch, hè? Oh.